Knopjes drukken? Nee, ja, daar is die. En wie ga jij je alfa sturen? Richard? Je hebt je kaart vergeten. Ik leg hem wel even neer, want we moeten allemaal nadenken wie we gaan uitnodigen voor alfa. En ik weet uit betrouwbare bron dat jullie deze week een mail krijgen waarin zelfs nog een derde versie van alfa naar voren komt. Allemaal heel erg gaaf. Hoe is het met iedereen? Gaat goed? Ja? Volle zaal, wat ontzettend gaaf. Heel erg mooi. Hoe vinden jullie het om buiten te aanbidden? Is cool, hè? Heb je niet een beetje het gevoel dat we weer terug zijn bij een soort kampvuurgevoel, waarbij je gewoon teruggeworpen wordt op samen zingen? Niks meer. En dat is ook heel erg gaaf. Dus ik word er zelf ook blij van. Ik heb eerst gekozen om buiten te aanbidden, tweede dienst om binnen te aanbidden. En ook de mensen op de livestream zijn, ja, hoe zou ik het zeggen, meegenomen in hele mooie, kwetsbare, eervolle, naar God gerichte aanbidding. En het is echt een, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is eervol om goed te beseffen welke offers bijvoorbeeld het aanbiddingsteam neemt en brengt. Om jullie elke week, op wat voor manier dan ook, dit soort dingen te brengen. En dat vind ik echt tof. Ja. Dus even los, mag je voor klappen? Echt heel goed. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar er is iemand in de zaal die 2 weken geleden nog niet wist dat ze in deze zaal zou zitten. En wij zijn super, super, super blij dat Hanneke niet alleen hier zit, maar ook al gelijk haar dienende hart heeft laten zien door mee te doen in de aanbiddingsgroep. Dus Hanneke, voel je vrij, voel je thuis. Meer dan welkom, lieve schat. Vandaag gaan we dopen. Dopen is een bad. Oh ja, ja, het zit hieronder. Straks kan ik hier niet meer staan, dan is dit weg. En een heel groot bad. En daar ga je helemaal in onder. En het bad symboliseert overgave. Ik leg mijn leven volledig in de handen van iemand aan wie ik het toevertrouw. De God der goden, de Heer der heren. Degene die alleen maar liefde, goedheid, genade, vergeving en genezing uit wil werken in ieders leven. Hij is de enige reden waarom ik hier vandaag sta. Hij is mijn God, mijn Heer, mijn Redder. En elke dag begin ik aan het begin van de dag om mijn tijd in eerste instantie met Hem door te brengen. Om 6:50 ga ik uit bed en dan kruip ik naar mijn tafel of naar mijn stoel, half wakker. En het zijn momenten waarop het de ene moment Gods aanwezigheid heel sterk voel en het andere moment voel ik helemaal niks. Maar waarom zit je er dan? Omdat ik mijn dag wil beginnen niet om iets te halen, maar om iets te brengen. Amen. Aan het begin van de dag wil ik tegen mijn God, tegen mijn Heer zeggen, Heer, vandaag is van u. Ik geef me over aan u. Want zonder u is het harteloos wat ik vandaag doe. Zonder u is het pijnlijk wat ik vandaag doe. Want dan ga ik vanuit mijn vlees reageren en dan ga ik me aangevallen voelen. Maar ik wil in u, door u, met liefde gevuld, om mij heen doen waarvoor u mij roept wat ik vandaag moet doen. En zo wil ik mijn dag beginnen. En dat doe ik wel eens door avondmaal te vieren. En in de afgelopen weken ben ik heel erg stilgezet en letterlijk stilgezet met een uitdaging. Menno, zou je eens stil willen worden in aanbidding? Vind je stille tijd? Stille tijd. Stil worden. En ik dacht, nou, dat ga ik proberen. Want in de afgelopen 5 maanden ben ik het traject 5 maanden geleden begonnen als ZZP'er. Het is de allerbeste tijd om ZZP'er te worden. Aards gesproken is het waardeloos. Maar God heeft mij elke week gezegend en gezegend en gezegend. Ik heb nog nooit niet gewerkt. Ik heb genoeg financiën. God is goed. Ik heb mooie opdrachten, mooie opdrachtgevers. Ik kan zelfs op vakantie. Hij is genadig. Maar het mooie is, aan het hele begin van de periode ontmoette ik een bijzonder iemand. En over die bijzondere iemand ga ik het vandaag heel af en toe ook hebben. En dat is Wouter. Wouter, achter de camera. Maar in die periode was ik, je bent met de kerk bezig, jullie hebben me denk ik wel vaker op de livestream gezien. Je doet wat je denkt dat je moet doen. En stil worden is dan wel echt een heel heftig ding. En ik merkte aan mijn hoofd dat hij maar doorging en doorging en doorging. En ik ben een doener en ik wil graag gaan, dus dat maakt het ook niet makkelijk. Dus ik had de uitdaging, word stil. En toen heb ik gewoon een stopbordje gepakt. En toen ben ik die stopwatch gewoon gaan aanzetten, zoals ik dat nu ook doe, was het net vergeten.
En dan ben ik 2 minuten stil. En dan druk ik elke gedachte weg. En dan zeg ik, nee, ik wil stil. Ja, maar nee. En dan ben ik stil. En dan zijn die 2 minuten om. En dan hebben zich allerlei gedachten opgedrongen, maar er is een verschil in wat ik ervaar. En ik ervaar een stuk rust. En ik ervaar dat het niet opgelost is, maar ik ervaar wel dat ik het door de stilte in een juist perspectief heb gebracht, waardoor het niet meer in mijn streven ligt, maar in afhankelijkheid ligt. En ik ben die 2 minuten gaan oprekken naar 3 minuten. En zo probeer ik mezelf uit te dagen om stil te worden bij God. En hij had op een gegeven moment, kwam er een psalm voorbij. En als je andere vertalingen leest, dan worden sommige hele bekende teksten. Ach, zet hem maar op de beamer, want ik heb problemen met mijn telefoon. In het Passion Translation staat het als volgt, en ik heb het even vertaald. Geef over, geef je over in je angst. Wees stil, stop je streven. En je zult zien dat ik God ben. En dit is letterlijk wat ik 's morgens dan ervaar. Sta ik dan te shaken, te stuiteren, te knikkeren, te lachen, te weet ik veel wat? Nee, ik zit gewoon stil op mijn stoel, nog een beetje aan het wakker worden. Maar ik voel, hij is God. En vandaag gaat het over eigenlijk maar 1 vraag. Durf je je angst over te geven, stil te worden, je streven los te laten en te weten dat hij God is? En ik wil je meenemen in 2 verhalen en ik moet echt op de tijd gaan letten. Dus daar ga ik even gauw doorheen. Ik ga jullie meenemen in Handelingen. Als je Bijbel bij je hebt, Handelingen 8. Ik ga het verhaal ik ga het vertellen. En daarna gaan we naar Johannes 5. Dan kun je je andere vinger bijhouden. Handelingen 8, Johannes 5. Handelingen 8 staat het verhaal wat ze noemen het verhaal van de Ethiopische kamerling. Wat is een kamerling? Dat is een minister. En volgens mij was het de minister van Financiën aan het Ethiopische Hof. Ik kijk even naar voren, check. Theologisch. Nee, Ethiopisch Hof. En deze man was naar Jeruzalem gekomen en hij was met zijn hele, waarschijnlijk zijn hele hebben en houden in zo'n kar. En dan mensen ervoor en erachter. Het is natuurlijk een man van statuur. En die had alles wat hij nodig had. Ik denk, kan me zo voorstellen dat hij als je minister van Financiën, dat je het goed hebt. En hij was ook een vooraanstaand man. En hij reed daar en hij kwam terug van Jeruzalem. Hij is een gelovig man, maar hij snapte toch nog niet helemaal alles. En hij was een boek aan het lezen, het boek Jesaja. En Filippus die wordt eigenlijk door de Heilige Geest gevraagd, joh, ga op weg naar Gaza. En ga op weg naar Gaza, punt. En hij doet dat. En die twee ontmoeten elkaar onderweg. En Filippus hoort dat de Ethiopische minister van Financiën voor zit te lezen, hardop uit Jesaja. En op een gegeven moment zegt Filippus, snapt u wat u leest? Zegt hij, ja, nee. Hoe zou ik het moeten snappen als niemand me het uitlegt? En die Ethiopische man nodigt hem uit en die zegt, joh, kom maar bij, zou je het mij willen uitleggen? En wat er gebeurt is, hij legt uit wat er in Jesaja staat over een lam dat geslacht is. Wat een verwijzing is naar Jezus. Die heeft gezegd op het moment dat hij aan het kruis ging, ik neem alle troep van jou over, zodat jij opnieuw vrij tot mijn vader kunt naderen. En ik kan je vertellen, als je de film The Passion hebt gezien, of als je gewoon goed hebt gelezen, of met Pasen goed oplet, dan weet je dat dat een helse weg is gegaan, die Jezus is gegaan. Maar er was maar 1 drijver in zijn hele systeem die constant zei, maar ik hou van jou. En dat vertelde hij aan die kamerling, en hij vertelde hoe dat offer is gegaan, en dat Jezus was, en die kamerling die ging aan. De kamerling ziet water, en die zegt, daar, water. Waarom gaan we ons niet laten dopen? Waarom zou ik me niet laten dopen? Ja, goede vraag. Waarom niet? Ze gingen daar onder en hij ging zich laten dopen. En het mooie is, ik denk dat jij dat zo even op beeld tovert, Berjan. Het mooie is, Filippus vertrekt nadat hij gedoopt is. Is hij gelijk weg. Nou, dat is een heel interessante passage. Er gebeuren in de Bijbel echt wel bijzondere dingen en wonderen. Maar dan staat er, de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. In een andere vertaling staat, hij ging terug naar Ethiopië met grote blijdschap. Er was iets wezenlijks veranderd. De man die alles had, had het leven ook ontvangen. En had in totale overgave direct gezegd, en nu ga ik dat bezegelen. Johannes 5. Je andere vinger, sla maar om. Johannes 5 is een ander verhaal. Dit is
Het verhaal van een man die ook bij het water ligt. 38 jaar lang ligt er een man bij de poel van Bethesda. De poel van Bethesda is een badhuis. En een badhuis vroeger was niet een intexbadje wat je net in je tuin kwijt kan. Nee, dat waren paden. Zuilengangen eromheen, van die grote pilaren, misschien wel van marmer. Dat moest groots. En om dat bad, daar lagen allemaal mensen die fysiek getroffen waren. Verlamd, verblind, doof. En het bijzondere was, ook wonderlijk, dat onder zoveel tijd er een beroering kwam in het water. Ik stel me dan zo voor dat een engel met zijn grote teen zo, hoep, even zo doet. En de eerste die dan daarna in het water kwam, werd gelijk genezen. Bam. Wat het ook was. De tweede niet, de derde niet, de eerste. En het verhaal begint dat Jezus dat badhuis inloopt, die poel, wat het dan ook is. En hij heeft zijn ogen gericht op één persoon. Je zou zeggen, ja, Jezus zijn bediening was ook genezing. Dus waarom pakte hij nou niet gewoon die hele groep? Jullie zijn allemaal genezen. Een beetje Oprah Winfrey. You get healing, you get healing. Iedereen. Maar dat doet hij niet. Want Jezus is niet van een massahysterie. Jezus is uit op jouw hart. Op jouw persoon. En hij heeft zijn ogen gericht op een man die 38 jaar lang aan de rand van het bad ligt. 38 jaar lang in zijn eentje probeert te bereiken wat Jezus in één klap kan veroorzaken. Die man heeft geen idee wie Jezus is. Jezus heeft al het idee wie deze man is. Het mooie is, dan vraagt de Heer Jezus, die vraagt aan hem in vers 6, wilt gij gezond worden? Ja, duh. Ik lig al 38 jaar. Maar het was niet een vraag waarin hij niet begreep wat er fysiek gaande was. Het was een vraag, wil je het wel echt? Vind je het eigenlijk niet gewoon fijn dat je 38 jaar lang wist wat je kreeg, weet dat je het niet haalt en dat het gewoon goed is? Zo kan je leven ook doorgaan. Gewoon op eigen kracht hopen op dat ene wonder wat jou gaat raken. Hopen dat er iets gebeurt waardoor jij toch een keertje de eerste bent. En elke keer als iemand anders eerder is dan jou, moet je je voorstellen wat de teleurstelling is die je hebt te verwerken. Weer niet gelukt. Falen zijn wij als mensen briljant in. Vooral als we het allemaal op eigen kracht proberen. En dan komt Jezus en wil je gezond worden? En dan begint die man, ik ben blij dat je het vraagt. Want ik heb nooit vrienden gehad die me naar het water brachten. Ja, en daarom ben ik niet de eerste. En er zijn altijd mensen die als eerste bij het water zijn. Ja, nee, dus ik ben nog niet genezen. Dat is helemaal mooi, hè? Als de koning der koningen, de heer der heren, degene die in één klap jouw hele leven naar liefde, acceptatie, relatie, volheid, genezing kan brengen, voor je staat en jij begint dan, oh, ik ben blij dat je het vraagt. Nou, daar gaan we. Maar Jezus is niet onder de indruk van ons klagen. Jezus is ook niet onder de indruk van ons falen. Jezus is ook niet onder de indruk van elke poging die jij probeert om jouw wonder te krijgen. Het mooie is dat Jezus op dat moment niks van hem vraagt, maar één ding zegt. Sta op, pak je mat, wandel. En dit beschrijft zo mooi de Jezus waarvan ik hou. Hij zal jou nooit veroordelen. Hij zal nooit tegen je zeggen, eerst tekenen bij het kruisje, dat je me vanaf nu altijd zult volgen. Of eerst terug naar het bad, ga je me eerst even schoonmaken. Ga me eerst zorgen dat je je leven op orde hebt. En als je je leven op orde hebt, kom dan nog maar eens terug. Dan geef ik je wel je genezing. Jezus gaf dat wat in zijn hart zijn diepste wens was, zonder iets terug te vragen. 5 maanden geleden leerde ik Wouter kennen. Wij zaten op een ZZP-bijeenkomst. Wij spraken elkaar na het einde van de avond, glas wijn erbij, super ontspannen. En we hadden een heel mooi gesprek. En we liepen zo gewoon, wat doe jij, wat doe ik en wat betekent dat voor je? En die avond zeiden, weet je, we gaan wel even LinkedIn uitwisselen, want dat is wel leuk. Toen zag hij, je zit in Amersfoort. Oh, nou, daar woon ik ook. Oh, wat leuk, waar woon jij dan? Oh, je bent voorganger, zei Wouter, want dat staat op mijn cv op LinkedIn. Ja, ik ben voorganger. Ik zeg, heb je wat met God of met een kerk?
Ja, met de kerk heb ik niet zoveel, maar met God heb ik wel wat. Maar ja, mijn leven is wel een beetje een chaos. Het is wel een beetje puinzooi. Mag ik wel zeggen, hè, Wouter? Ik heb het al gezegd. Het is al gebeurd, Wouter, sorry. Maar ik heb van tevoren al een beetje, ik heb al van tevoren toestemming gevraagd. Maar, het mooie was, we hadden die avond een gesprek en ik moest die zondag spreken. En ik vroeg aan hem, joh, waarom kom je niet gewoon naar de dienst? Dan heb je een beetje verbinding, kom je met nieuwe mensen tegen. Kom je misschien ook wel een beetje uit isolement. Maar ook, dan hoor je ook gewoon een goede boodschap. Ik moest toevallig spreken, dus dat laatste heb ik niet gezegd, maar... Ik sprak die keer over Jozefat. En Jozefat was een koning die ten strijde ging. En een koning, er was een 1 voor 12je. Allemaal legermachten voor hem. En op het moment dat die legermachten voor hem staan, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je wordt vermorzeld, of je hebt overwinning. Het eerste wat Jozefat doet in die preek, wat ik toen ook vertelde, was niet, hij gaat naar zijn boeken toe, hij gaat naar zijn literatuur, hij zoekt zijn strategen bij elkaar, of hij plant iets. Nee, het eerste wat hij doet, is hij gaat terug naar Jezus, naar God. Hij zegt tegen God, Heer, wat is er aan de hand? En dan zegt de Heere God tegen hem, deze strijd is niet van jou, deze strijd is van mij. Je gaat overwinnen. En wat hij dan doet is, hij kiest vanaf dat moment om die overwinning alvast uit te roepen. En hij stuurt de aanbidders voorop en dergelijke. Dat was de preek die ik zei. En in die preek, op die zondag, het raakt me elke keer weer. Ik wilde het niet. Zegt God tegen Wouter, het komt goed. En het is mijn God die in jouw situatie zegt, het komt goed. Wouter zocht iets en hij had het gevonden. Althans, het had aan zijn hart geklopt. Zoals Bianca in de video al heeft laten zien. Het had aan zijn hart geklopt en hij wist, ik moet er iets mee doen. En ik heb die week ben ik weggegaan en die week was ik toevallig een paar dagen in Londen en ik was weg. En op woensdag had ik weer contact. Hoe is het met je? Hoe heb je het zondag ervaren? Hij zegt, ik ben helemaal van de kaart. Ik weet het gewoon niet meer. We hebben die week uiteindelijk met elkaar een afspraak kunnen maken. En toen bleek dat we op vrijdagmorgen dezelfde afspraak hadden bij een van de evenementen. We zitten in de auto en we rijden naar Amsterdam. En we hebben superleuke, mooie, eerlijke gesprekken. En aan het einde van die dag zitten we in de auto bij mij op de parkeerplaats. En we hebben het er gewoon over van, man, wat kan het leven soms heftig over je heen walsen. Het kan heus wel komen door eigen keuzes. Het overkomt je soms ook. En toen hadden we het erover, weet je, we kunnen eerst onze zaak op orde krijgen en dan bij God komen. Maar ik zei tegen Wouter, waarom doen we het niet andersom? We gaan ons eerst overgeven aan God. En dan gaan we kijken of God waar is, dat hij zegt, het komt goed. En Wouter zegt, ja, dat gaan we doen. Toen dacht ik, oh shit, dit gaat snel. Wat doe ik nu? Dan weet je wat we gaan doen, we gaan samen bidden. We gaan God gewoon uitnodigen. En we gaan gewoon zeggen, God, we geven onszelf over aan u. En in die auto, op een parkeerplaats, na gewoon een ZZP-bijeenkomst, mag ik erbij zitten, hoe iemand zich overgeeft aan Jezus. En ik kan je zeggen, dat smaakt naar meer. Want daarna heb ik vaak met Wouter even een wijntje gedronken, even gekletst. En elke keer had hij een ander verhaal met God. We hebben heb ik een Bijbel gegeven en je bent gegroeid. Nou, hij heeft verhalen met God, vind ik fantastisch. Hoe hij zich nu gaat laten dopen, de reden, ik weet niet of hij het straks gaat vertellen, maar het is zo mooi. God is elke dag met hem aan het wandelen. En jij zei pas tegen mij, Menno, zijn woord in februari, het komt goed, is waarheid. Het is goed. Maar dat is het verhaal van Wouter. Wat is het verhaal van jou? Wat is jouw verhaal? Zit je hier en denk je, oh ja, ik red het nog wel 38 jaar bij die pool van Bethesda. Ik wacht wel op mijn wonder. Mensen hebben me teleurgesteld. Ik geef me niet zomaar meer over aan een ander. Ik ga het zelf fixen. Of, vandaag is misschien wel de dag dat ik gewoon erken dat ik het niet meer kan. Dat ik gewoon erken, Jezus, ik heb u nodig. Ik wil u hier en nu. De kamerling zei gewoon heel simpel. Waarom zou ik me niet laten dopen? Ja, de vraag is waarom niet? Waarom zou vandaag niet jouw dag kunnen zijn om je te laten dopen? Waarom zou je wachten? Hoe lang ga je strijden? Hoe lang ga je streven? Wanneer word je stil? En hou je op met streven? En mag God laten zien dat Hij God is? Ik wil je gewoon
die uitdaging gewoon letterlijk nu bij je neerleggen. Twee verhalen. Misschien herken je wel in de verhalen. De strever. Ik kan het zelf wel. En je eindigt 38 jaar bij een water. Waar het water niet het wonder doet. Maar Jezus ingrijpt en het wonder verricht. Of ga je gewoon zeggen, weet je, ik wil me vandaag gewoon overgeven. De film van de Kevoki TV ging over, ik sta aan de deur en ik klop. En op dit moment, en God heeft me daarvoor van tevoren echt verwachting voor gegeven. Ik weet op dit moment dat er mensen in de zaal zitten. En je hart klopt op dit moment. Ik weet het, ik voel het. Daar zit geen dwang achter, het is jouw keuze. Maar ik wil gewoon tegen je zeggen, als vandaag Jezus aan jouw deur staat, hoe lang wil je nog wachten? Waarom zou je niet vandaag openen, zodat Jezus vandaag bij jou naar binnen mag komen? En dan staat er, want hij wil de maaltijd met je hebben. In de Joodse traditie zegt dat heel veel. Dat betekent dat hij één op één met jou wil zijn. Dat betekent niet dat hij wil delen van de wilde die hij heeft, van het eten en het samen fellowship hebben. En dat betekent dat hij alle aandacht alleen voor jou heeft. Dat is wat hij wil. Zometeen gaat het bad open. En ik heb eigenlijk twee hele simpele vragen aan u. Laten we zometeen heel even stil zijn. En als u vandaag voelt dat de Heer Jezus aan uw hart klopt, dan ga ik straks vragen of u daarop wil reageren. En dat doen we in de veiligheid, mensen hun ogen dicht hebben, hoeft niet te beschamen, ik ga je niet op het podium trekken. Maar ik wil dat je kunt reageren op de klop van Jezus. En de tweede vraag die ik ga stellen is, we hebben vandaag 5 dopelingen gepland. Ben jij de volgende ongeplande? Ben jij de volgende die zegt, weet je, het kan me eigenlijk ook niks meer schelen. Ik wil vandaag een keuze maken. Ik wil vandaag aan de zichtbare en aan de onzichtbare wereld laten wezen. I surrender. Ik ga de witte vlag pakken en ik ga me overgeven. Totaal aan Jezus. Want ik heb het geprobeerd, mij lukt het niet meer. Tijd om me over te geven. Dus ik wil vragen of je heel even je ogen wil sluiten. Ariaan, zei jij nog een keertje. Oh, Jezus, dank u wel, Heer. Ja. We willen stil worden. En ik wil je gewoon vragen. Voel gewoon van binnen. Of het, waarom je, ja, waarom niet? De vraag is, waarom niet? Waarom zou je niet vandaag je leven met Jezus op orde brengen? En de tweede vraag is, waarom zou je je niet vandaag laten dopen? We hebben kleren liggen. We hebben handdoeken liggen. Je kunt gewoon decent naar huis. Er is geen enkele reden. Dus ik wil heel even stil worden. Laat de muziek dan maar even lekker je meenemen. En hou je ogen even dicht. Heilige Geest, ik wil jullie gewoon op dit moment uitnodigen. Dus ons moed geven. Als je ogen dicht houdt, wil ik je gewoon heel eerlijk vragen. Als je vandaag, zoals Wouter, zoals ik, zoals vele anderen, gewoon je leven wil overgeven, 100% aan God, wil je dan je hand opsteken? Hoog in de lucht. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Steek je hand hoog in de lucht. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel. Overgave aan liefde, overgave aan leven, overgave aan een belofte. Als ik je heb gemist, steek nog een keer je hand op. We zingen, we bidden gewoon met elkaar mijn woorden na, zodat degenen die hun hand hebben opgestoken in veiligheid mee kunnen bidden. Bid me maar naar, lieve Heer Jezus. Het is de hoogste tijd dat ik nu mijn knieën buig en alles aan u overgeef. Dus dat doe ik op dit moment. Ik erken dat u God bent. Ik erken dat ik zondig ben, maar dat u, Jezus, mijn vergeving wil geven. Die vergeving ontvang ik.
En ik wil mijn leven inrichten op u. Dank u wel dat ik uw kind vanaf nu ben. En dat ik voor altijd nu met u de maaltijd mag hebben. U bent goed, ik hou van u. Amen. Het belangrijkste wat er in het verhaal van het bad van Bethesda staat, dat de Heer Jezus later de man nog een keer tegenkwam in de tempel. En hij zei, hé, je bent gezond. Daar staat dan, zondig niet meer, zodat er je niks ergers overkomt. Wauw. Dus 38 jaar aan de rand van een bad wachten totdat je je genezing hebt gekregen, is nog niet zo erg als de dingen die door zonde op je pad kunnen komen. Ho even, ik heb het er niet over dat God straft, hè? Laat het niet toe. Ik heb het er niet over als je zondigt, geeft God je straf. Als ik de hele dag McDonald's eet, is de consequentie dat mijn lichaam gifgassen gaat afgeven. Dat is het gevolg van een ongezonde keuze. Als ik de hele dag sigaren ga zitten roken, is het gevolg dat mijn longen eronder zullen lijden. Amen? Dat is de wetenschap van zonde. Als ik keuzes maak die ongezond voor me zijn, is de consequentie uiteindelijk dat je daarop zult reageren. Maar wel ten negatieve. Dus vandaag is de dag. Tweede vraag is, en ik wil vragen aan de kosters om het bad open te maken. En dan gaan we ook dopen. En sorry, ik loop echt vet uit in de tijd. Maar er zijn drie mensen die vandaag hebben gezegd, ik wil me opnieuw overgeven aan Jezus. En dat was het mij alles waard. Amen. En ik ga nu de volgende vraag stellen. Het bad gaat open. En de vraag is, waarom zou jij je vandaag niet laten dopen? Dus naast de vijf die zich nu gaan klaarmaken, gaan we gewoon naar jullie achter, wat is het daar, de hokjes erachter, maak je maar klaar. Naast de vijf die gaan gedoopt worden, zou je willen overwegen of jij ook niet degene bent die je wil laten dopen? En als dat zo is, wil je dan gewoon naar voren komen? Kom naar Richard, kom naar mij zo meteen. Maar maak die keuze. En laat deze dag niet aan je voorbij gaan. Zonder dat je gehoorzaam hebt gehouden, zoals die man uit Ethiopië, die zei, waarom zou ik me niet laten dopen? Heer Jezus, op dit moment vragen we gewoon voor de dopelingen rust. Voor alle mensen thuis, rust. En als je op dit moment voelt dat je moet laten dopen, en ik zei het vanmorgen ook in de livestream. Als je voelt en je wilt dat het nu gebeurt, dan mag je zonder registratie, zonder internet, whatever, rij hier naartoe. Meld je aan, jij wordt gedoopt. Want het zal vandaag niet gebeuren dat iemand die iets in zijn hart heeft opgenomen, nooit niet de kans heeft gehad om te mogen reageren. Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u geeft. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw belofte. Dank u wel dat u altijd kijkt naar ons individu. Dank u wel dat er vrede is, dank u wel dat er genade is. Ook als het vandaag nog te vroeg lijkt te zijn. U bent goed, u bent liefde. En zoals het lied zegt, u bent door en door goed. In en in liefde. We danken u voor deze momenten. We bidden een zegen over het dopen. Ook al is het net even anders dan dat we gewend zijn. Maar Heer, het gaat niet om wat er gebeurt. Het gaat erom dat u daarmee uw bevestiging wil geven. Dat er reinheid, heelheid is en vrijheid van zonde. En dat het watergraf betekent dat we vrij zijn. Geest, ziel en lichaam in Jezus' naam. Amen.